10 mei 1940. De dag waarop Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk worden aangevallen door Nazi-Duitsland. 5 dagen lang houdt Nederland stand alvorens het zich overgeeft. Maar hoewel de aanval op meerdere fronten plaatsvindt en er op meerdere plekken heftige taferelen hebben afgespeeld, is er 1 locatie in het bijzonder die tot op de dag van vandaag steeds weer wordt genoemd. Maar wat is hier eigenlijk gebeurd? Waarom zijn er 420 Nederlandse jongens, van meestal maar jonge leeftijden, hier gesneuveld? Waarom zijn het er zoveel? Ook zijn er na deze slag tot wel 5 Nederlandse militairen geëerd met de hoogste onderscheiding in het Nederlands leger. De militaire Willemsorde. Maar wat hadden ze precies gedaan om dat te verdienen? En misschien toch ook wel de vraag, was de strijd die Nederland hier op de Grebbeberg streed eigenlijk wel zinvol? Eerst een paar maanden terug in de tijd. Dat Nederland zou worden aangevallen zat er helaas al aan te komen doordat er meerdere signalen binnenkwamen. Bijvoorbeeld, in januari 1940 vliegt een klein Duits vliegtuigje over Nederland en raakt de weg kwijt. Het moet naar Duitsland toe, maar belandt bij een noodlanding per ongeluk hier terecht, in België. De bemanning stapt uit en wil in de haast papieren verbranden die ze bij zich hadden, maar worden door lokale omstanders tegengehouden. Wanneer men even later deze papieren bekijkt, bleken het gedetailleerde aanvalsplannen te zijn op Nederland. De regering in Den Haag wordt gewaarschuwd, maar het wordt niet serieus genomen. Net zoals berichten van Duitse spionageactiviteiten over het hele land. Bijvoorbeeld bij Ouwehands Dierenpark, op de Grebbeberg, waar Duitse toeristen wel erg lang op de uitzichttoren blijven staan. Ook dit bericht krijgt de regering in Den Haag te horen, maar de uitzichttoren mag niet worden gesloten. Want, zo wordt er geredeneerd, het is een belangrijke toeristische attractie. De signalen waren er dus volop. Maar op 10 mei 1940 werden we toch verrast met een massale Duitse aanval. De Duitsers vielen ons land aan in het noorden, midden en zuiden. In het oosten van het land bevonden zich vele Nederlandse troepen, maar met het hoofdzakelijke doel om de opmars te vertragen. Niet om hem tegen te houden. Maar dat ging niet altijd goed. Bijvoorbeeld hier in Noord-Brabant, waar een gewapende trein vol Duitsers over dit spoor dwars door de linies heen reed om er achteruit te stappen en de Nederlanders in de rug aan te vallen. Het idee vanuit de Nederlandse verdediging was om de Grebbelinie te activeren, waarbij grote delen onder water werden gezet. Een ouderwetse tactiek dat het meest effectief was geweest als er geen vliegtuigen bestonden. Maar de Duitsers hadden juist volop vliegtuigen, waarmee ze makkelijk over de ondergelopen watergebieden heen vlogen. Voor de grondaanval in het midden van het land betekende dit echter wel dat de zwakke plek in de Grebbelinie moest worden opgezocht. Dat ene stukje dat niet onder water was gezet door een watergemaal dat simpelweg nog niet af was. Bij de Grebbeberg zou het hierdoor droog blijven. De plek voor de Duitsers om aan te vallen. Op 11 mei in de ochtend gebeurt het. De avond ervoor kwamen de Duitsers, met vertraging, in Wageningen aan en besloten om in de ochtend het vuur te openen op de Grebbeberg. De Nederlandse verdedigingslinie was hierbij opgebouwd uit 3 lijnen. Vooraan in het open veld liep de voorpostenlinie. Vlak voor de berg een race kazematten, de frontlinie. En over de berg een loopgraaf, de stoplinie. Op 11 mei beginnen de Duitsers met een aanval de voorpostenlinie. Voor de Nederlanders werd het een drama doordat ze geen idee hadden wat er precies aan de hand was. Er was namelijk bijna geen communicatie mogelijk met de achterste linies. Dat kwam omdat ze onder andere de reservebatterijen voor het enige radioapparaat waren vergeten. Daarbovenop kwam ook nog dat er in de omgeving talloze obstakels waren, zoals bomen en boerderijen, waar de aanvallende Duitsers heel makkelijk achter konden verstoppen. Vele Nederlanders komen hierbij om het leven.
Nog erger, degenen die het hadden overleefd worden gedwongen om met Duitse artillerie naar voren te trekken, waarbij ze worden gedood door eigen vuur vanaf de berg. De Nederlandse soldaten werden geconfronteerd met een agressieve vorm van aanvallen waar het Duitse leger mee aan kan zetten. Roekzichtloos, constant doorduwen, soldaten opgepept door het gebruik van crystal meth, zeer fanatiek en zelfs verboden tactieken toepassen zoals het inzetten van krijgsgevangenen als een levend schild. De verhalen en ervaringen van Nederlandse soldaten uit de frontlinie werden weliswaar aan de legerleiding van het Nederlands leger verteld, maar ze werden niet geloofd. Het waren daarmee onder andere deze vier factoren: de manier van Duitse oorlogsvoering, het feit dat de Duitsers meer ervaren waren en meer en betere wapens hadden, en de Nederlandse disconnectie tussen de legertop en de praktijk, dat maakte dat de Duitsers bij de Gebbeberg al bij voorbaat superieur waren. En wat later tijdens de slag tot meerdere drama's aan Nederlandse zijde zou gaan leiden. Toen de voorpostenlinie was overlopen, werd de aanval op de frontlinie in gang gezet. In eerste instantie werkte dit. Maar met name hier, bij het hoornwerk, wisten de Nederlandse soldaten stand te houden zolang hun mitrailleurs bleven vuren. Dit was echter meteen het grote probleem, want de Nederlandse mitrailleurs konden technisch gezien helemaal niet blijven vuren. Die moesten tijdens het gevecht in en uit elkaar worden gehaald voor onderhoud. En dat werd uiteindelijk de doodsteek. Na een lang gevecht viel het hoornwerk en werden de Nederlandse soldaten veelal niet gespaard. Op 12 mei trekken de Duitsers de heuvel op. Bunkers zoals deze willen nog stand houden, maar hebben bijna geen kans. De Duitsers vallen namelijk van die kant aan en niet van die kant de richting van de loper. Ze worden dus in de rug aangevallen en kunnen met enig gemak worden veroverd. Maar toen kwam de stoplijn. Een simpele loopgraaf gevuld met jonge jongens die voor het eerst in hun leven moesten vechten tegenover Duitse soldaten die al menige ervaring achter de rug hadden. Maar de Duitsers breken in eerste instantie niet door. De Nederlanders houden stand. Maar dan, in de nacht van 12 op 13 mei, wordt er aan Nederlandse zijde een fatale beslissing gemaakt. Zij denken de Duitsers wel even van de berg af te kunnen gooien doordat ze inschatten dat het er maar een paar honderd zijn. Maar dit getal was nergens op gebaseerd en was ook niet de realiteit. In werkelijkheid was de Gebbeberg bezaaid met Duitse soldaten. De Nederlanders gaan in een tegenaanval, die weliswaar volgens het boekje was, maar waarbij ze helaas massaal worden afgeslacht. Op 13 mei vallen de Duitsers de stoplinie op alle punten aan. Met steeds meer moeite weten de Nederlanders stand te houden. Maar dan stormt een groep Duitse SS-soldaten als een ware cowboyactie al schietend dwars door de linie heen. Er ontstaat een golf van paniek waarbij een paar honderd Nederlandse soldaten de berg afrennen richting Rhenen. Maar dan ontvouwt er zich een drama. Want op het viaduct bij Rhenen staat een Nederlandse man met een mitrailleur die van het hoogste bevel de opdracht heeft gekregen om op iedereen te schieten die van de berg af komt rennen. Ongeacht of het Duitsers waren of Nederlanders. De Nederlandse soldaten komen hiermee vast te zitten tussen schietende Duitsers aan de ene kant en een Nederlandse mitrailleur aan de andere kant. Ze waren kansloos. Ongeveer 20 Nederlandse soldaten komen hierbij door eigen vuur om het leven. De man achter het mitrailleur krijgt hiervoor de militaire Willemsorde uitgereikt. De hoogste onderscheiding in het Nederlands leger. De Nederlandse stoplijn weet zich desondanks weer te herstellen en stand te houden. Ze hebben hoop, want verderop wordt een vierde linie aangelegd, de zogeheten ruglijn, en wordt er een tegenaanval voorbereid door een Nederlands leger die de Duitsers zouden moeten gaan omsingelen. Zou het tij hiermee worden gekeerd? Maar de Duitsers weten dit en laten een zwerm aan Stukaduivers op hen los.
Vliegtuigen die met een angstaanjagend geluid naar beneden storten en op het laatste moment hun bom loslaten. De tegenaanval en de ruglinie vallen mede door de Stukas uit elkaar. De Duitsers rukken op en nemen de volledige Grebbeberg in. Want één groep soldaten, onder leiding van majoor Landsaat, besluit om zonder overgave te willen doorvechten. Het is overwinnen of sterven, had Landsaat gezegd, terwijl ze met pistolen, geweren en een mitrailleur stevig stand houden. En hoewel de Duitsers er in eerste instantie niet doorheen komen, raakt na een lang gevecht de een na de andere soldaat gewond of sneuvelt. Maar zich overgeven was voor deze 54-jarige fanatieke beroepsmilitair simpelweg geen optie. Wanneer majoor Landsaat echt als laatste over is, wordt zijn situatie te moeilijk. Vermoedelijk is het een Duitse granaat geweest die naar hem toe werd gegooid. Landsaat draaide zich nog om, zocht naar de granaat en wou hem teruggooien. Maar hij was te laat. Voor zijn actie en inzet ontving hij postuum de militaire Willemsorde. En dan is het voorbij. De Grebbeberg is gevallen. De Duitsers rukken nu verder op Nederland in. De slag om de Grebbeberg was hiermee voor hen vooral een vertraging geweest. Maar wat was hier het gevolg van? Heeft de heldhaftige stand van Nederlandse soldaten een groot effect op het verloop van de invasie gehad? Het antwoord is eigenlijk nee. Want de Duitsers hoefden helemaal niet op de Grebbeberg door te breken. Tenminste, niet in eerste instantie. Want het feit dat de Duitsers al hier in het midden van het land waren, dat was de overwinning die ze op dat moment nodig hadden. En dat had alles te maken met het grote plaatje. Want het werkelijke doel van Nazi-Duitsland was niet zozeer om ons kleine kikkerlandje te veroveren, maar dat was om Frankrijk te verslaan. En in het plan dat daarvoor was uitgedacht, was de invasie van ons land slechts een zet op het schaakbord. Het grootste gewicht van de strijd lag immers helemaal niet in Nederland, maar in België en Noord-Frankrijk. De Engelse en Franse legers, die aan de noordgrens van Frankrijk gelegerd waren, hadden door de Duitse aanval geen andere keus dan op te rukken naar het noorden. En daardoor was dit dé plek, bij het Franse plaatje Sedan, die de Duitsers nodig hadden om door te breken, Frankrijk binnen te vallen en de geallieerde legers af te snijden en in hun rug te kunnen aanvallen. Een tactiek die werkte en waarbij bijna 6 miljoen soldaten in totaal bij betrokken waren. Dit betekende dat Nederland slechts een klein zijtoneel was van een afleidingsmanoeuvre van het werkelijke speelveld. En dus dat ons verzet hier op de Grebbeberg, militair gezien, maar van hele kleine betekenis is geweest.